Hallo? Hallo? Welkom! Bij Vraag Vakantie Vincent. Vanuit een heel nieuw decor. Nee, ik wilde er eigenlijk mee stoppen. Omdat ik toch geen serieuze vragen kreeg. Maar, zie hier hoe vloeiend ik dit papiertje openvouw. Beste Vincent. De laatste tijd erger ik me steeds meer aan de gemanipuleerde, blinde religieuze gelovigen in dit land. Religieuze gelovigen. Aangezien je altijd een antwoord hebt op alle problemen en achterlijke randebielen in deze samenleving, die het voor anderen verpesten, zou ik heel graag willen weten wat jij nou vindt van een aantal punten die ik nu ga opnoemen. Je zou me echt helpen als je deze daarna ook in een video in behandeling neemt. Wat denk je dat ik aan het doen ben? Van alle aandachtsvragende hoeren die op internet hun video's plaatsen, ben jij de enigste die niet als opportunist naar bullshit kijkt, maar het uitlegt zoals het is. Dat is zeker waar, Stijn. Dat is zeker waar. Daarom hoop ik dat jij een antwoord voor me hebt. Ik hoop het ook. Deze punten erg ik me kapot aan. 1. Volgens christelijken ligt het altijd aan de ander. Wij zijn satanist omdat we niet geloven in een god, omdat we gemanipuleerd zijn door de wereldleiders en de duivel. Ze hebben waarschijnlijk nog nooit hun eigen poffertjesporum in de spiegel gezien. Waarom er bossen en speeltuinen worden gesloopt voor flats, terwijl er van die prachtige oude doelloze kutkerken in ons land staan die zogenaamd democratisch kutland heel veel geld kosten jaarlijks. Waarom deze zoogdieren niet realiseren dat hun ouders hun geloof hebben geforceerd en waarom ze bij elke vraag die ze stelt het antwoord is, het staat in de Bijbel. Ik erger me de laatste tijd hier kapot aan, dat heb je al gezegd. Want ik vind het zo waardeloos en beschamend dat wij als mensen nog steeds tegenwoordig geloven in kabouters en heksen. Dit vertraagt de hele evolutie. Ik had al op Mars kunnen lopen als er geen bange autist was geweest die veel te laat was om de telescoop te pakken. En in plaats daarvan het makkelijkst vond om gewoon te zeggen dat God alles heeft gemaakt. Ik hoop zelf dat jij zelf geen gelovige randebiel bent. Anders is er echt geen hoop meer voor me. En de wereld. En om nog maar even te slijmen bij, je antwoorden inspireren me. Dus ik hoop dat je dit gaat behandelen. Een informele, vriendelijke groet. Stijn Stifler. Nou Stijn, ik wil niet op je parade regenen, maar waar de fuck maak je je druk om? De hele wereld loopt vol met Mongolen. Als ik me om elke Mongool druk moet gaan lopen maken, ben ik wel even bezig. Lekker belangrijk. En Stijn, als je wil weten of ik gelovig ben, of ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. DMT, ayahuasca, de sleutel. Heb je ook wat te vragen? Mail hem naar je moeder, 43, at hotmail.com. Oh, en het is geen randebiel, maar randebiel.